Vrijwilligers van de Zonnebloem worden in het zonnetje gezet. Een enkeling doet dit werk al 40 jaar. Het is natuurlijk geweldig als mensen zich vrijwillig inzetten voor andere mensen die dat nodig hebben. En bij de Zonnebloem is dat dan voor mensen met een fysieke beperking. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere verenigingen die dat ook voor andere mensen doen. En verder in de nieuws vandaag. Drukte op spoedeisende hulp door gladheid en 75 jaar muziekgeschiedenis uit de Waalstad tentoongesteld. Verschillende Gelderse ziekenhuizen hadden deze dagen druk vanwege de gladheid. Hoewel het KNMI code geel had afgegeven, belanden tientallen mensen door valpartijen op de spoedeisende hulp. Ook het Radboud UMC in Nijmegen telde meer patiënten. Zo ging het donderdag bij 6 gevallen om gladheid op de weg. Het CWS meldde geen extra drukte. Het KNMI geeft momenteel nog steeds code geel af wegens gladheid. En deze waarschuwing duurt nog tot morgenochtend 10 uur. Een 25-jarige man uit Gent die in Nijmegen een toevallige voorbijganger stak met een multitool is donderdag veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. Het incident gebeurde op 28 juli in het centrum van de stad. Het slachtoffer liep bij de steekpartij een verwonding op in zijn nek. Een traumatische gebeurtenis waarvan hij nog elke dag de gevolgen ervaart. Naast de celstraf moet de man deelnemen aan een leefstijltraining. Ook moet hij zich laten behandelen voor zijn verslaving en is het hem verboden om alcohol en drugs te gebruiken. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding betalen van 3000 euro. Als je denkt aan een van de mooiste dorpen ter wereld, denk je misschien aan een pittoresk dorpje in Frankrijk of Italië. Nou, toch hoef je niet zo ver te reizen om een van de mooiste dorpen ter wereld te bezoeken. Vlak over de Duitse grens bij de stad Goch ligt het dorpje Hulm. Het dorpje is dit jaar tweede geworden tijdens de verkiezing Geilste Dorf ter Welt. Het dorpje telt zo'n 715 inwoners en behoort tegenwoordig tot de stad Goch. Het behaalde de tweede plaats van de verkiezing die georganiseerd is door de Duitse band Dorfrockern. De winnaar is het Duitse dorp Mürrenbach. En die krijgen een gratis concert van de band. Steeds meer organisaties en evenementen kampen tegenwoordig met een tekort aan vrijwilligers. Soms zelfs zo erg dat een evenement geheel moet worden afgelast. Gelukkig zijn er ook positieve geluiden uit de wereld van de vrijwilligerswerk. Zo worden er vandaag 2 vrijwilligers van de Zonnebloem in het zonnetje gezet, die dit werk al heel wat jaren doen. Op de vrijwilligersdag van de Zonnebloem, afdeling Winse, stonden vandaag 2 vrijwilligers speciaal in het zonnetje. Mevrouw Peters was 10 jaar lid en mevrouw Hermans zelfs 40 jaar lid. Voor beide dames een geheel onverwachte verrassing. Totaal niet. Ik wist er helemaal niks van. Maar waarschijnlijk ook doordat ik die onderbreking heb gehad, heb ik nooit al die jaren bij elkaar geteld. Speciaal voor de 40-jarige jubilaris kwam de net benoemde wethouder Kees Telder van Beuningen een oorkonde en gouden speld uitreiken. Ook voor hem speciaal, omdat zijn vorige baan een bestuursfunctie was bij de Zonnebloem. Ja, het leuke is, ik heb eigenlijk een hele lange achtergrond in de gezondheidszorg. En het is natuurlijk geweldig als mensen zich vrijwillig inzetten voor andere mensen die dat nodig hebben. En bij de Zonnebloem is dat dan voor mensen met een fysieke beperking. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere verenigingen die dat ook voor andere mensen doen. En dat is gewoon, als je ook ziet, ik heb natuurlijk als adviseur vooral de besturen begeleid. Maar als je dan ook ziet hoe de vrijwilligers, wat een rol de mensen hebben als ze weer een middag hebben met de Zonnebloem. Dat is echt geweldig. De vrijwilligers van de Zonnebloem organiseren activiteiten voor mensen met een fysieke beperking. Vroeger waren die activiteiten beperkter dan nu. Misschien wat eenvoudiger activiteiten. We hadden een kerstviering, een paasviering. Nou ja, dus die activiteiten waren meer. Maar nou ook omdat we natuurlijk wat meer beter vervoer en meer vervoer hebben, kunnen we gewoon meer uitstapjes maken. Iedere vrijwilliger onderhoudt zijn eigen contacten en bezoekt zijn cliënten. Ook hierin is de organisatie geëmancipeerd geworden. In vergelijking met vroeger worden nu ook gemakkelijker mannen bezocht. Ja, we hebben dus, ieder heeft dus een aantal cliënten en daar hou je contact mee. Daar breng je de uitnodigingen naartoe en meestal als je de uitnodiging brengt, ga je er ook even naartoe of je gaat een keertje koffie drinken tussendoor. Zo van, dan bel je op, vind je het gezellig als ik kom. En meestal
vinden ze het gezellig. Ik heb nog nooit gehoord dat ze het niet gezellig gevonden hebben. Dus dat, maar ik denk ook dat de emancipatie daarbij meegewerkt heeft. Wat ze dus ook niet meer zo vreemd vinden. Als wij bij mannen op bezoek komen, daar zijn ze ook wat makkelijker in. En ik denk dat wij er ook wat makkelijker in zijn geworden. Vrijwilliger zijn geeft een bijzondere band voor zowel de cliënt als de vrijwilliger. Want het is niet alleen op dat moment als je op bezoek, maar ook wanneer je dan dus bij een vergadering daar komt. Ook die verbinding met de andere vrijwilligers. En dan ook de verbinding met wat je hier meemaakt. Je gaat niet alleen bij je eigen cliënten, maar je kent iedereen. En ja, dat is voor mij altijd dat hele kleine stukje waarvan je s'avonds in je bed denkt van, was een hele fijne dag. De gemeente Nijmegen heeft vandaag een nieuwe fietsenstalling bij Kelfkensbos geopend aan de Voerweg. De stalling biedt eerst ruimte voor 600 fietsen met plannen om dit aantal uit te breiden naar 1200 plekken. Dit is onderdeel van de gemeentelijke inzet om fietsen in de stad aantrekkelijker te maken. Fietsers in Nijmegen hebben er een nieuwe plek bij om hun tweewieler veilig te parkeren. De gemeente heeft vandaag de nieuwe fietsenstalling bij Kelfkensbos geopend met ruimte voor zo'n 600 fietsen. We hebben steeds grotere groep mensen die naar ons centrum komt. En we willen voor iedereen die met de fiets wil komen een comfortabele, fijne stalling hebben. En in deze hoek van de stad hadden we die nog niet. En daarom hebben we besloten om 100 autoparkeerplekken dus om te ruilen voor 1200 fietsparkeerplekken. Deze stalling is een antwoord op het tekort aan fietsparkeerplekken in een deel van de stad. Uiteindelijk moet het aantal plekken worden uitgebreid. Naast normale plekken zijn er ook plekken voor andere soort fietsen. Er is ruimte hier voor bakfietsen, voor kratfietsen, ook voor aangepaste fietsen. Dus er was net bij de opening ook een mevrouw die met haar aangepaste fiets meteen even kwam testen. Het is fijn dat iedereen gelijk vloers naar binnen kan. Dus je kan zo zonder problemen, je hoeft geen trapje of zo met fiets aan de hand. Je kan gewoon naar binnen. En dat komt gelijk goed uit. Nadat wethouder Dame haar fiets in de stalling had geparkeerd, kwam de eerste lichtfietser al de fietsenstalling inrollen. Ik vind hem heel mooi geworden en waar ik vooral blij mee ben, dat ik er dus nu met mijn driewiel lichtfiets ook in kan parkeren. Want ik kom voorheen nergens die driewiel lichtfiets kwijt. En dus ik ben er heel blij mee. Dan kan ik nu voortaan weer met de fiets naar de stad en dan hoef ik niet altijd te lopen. Met projecten zoals deze en investeringen in snelfietspaden en deelvervoer wil Nijmegen inwoners stimuleren om vaker de fiets te pakken. Deze stalling past dan ook goed in de visie van de stad. We hebben ook een mooi plan voor de hele binnenstad gemaakt, waarin we zeggen we willen een groene, gezonde stad blijven in de toekomst. We krijgen steeds meer inwoners erbij. En dan moeten wij zorgen dat alle verschillende manieren van vervoer goed geregeld worden. En fietsen is een gezonde manier om je te verplaatsen. En daarom maken we deze stalling. In de Nijmeegse benedenstad kunnen inwoners hun tuin vergroenen met een gratis boom. Deze was vrijdagmiddag op te halen. Er worden sier- en fruitbomen uitgedeeld als onderdeel van een bredere actie van de gemeente om de stad groener en duurzamer te maken. De gemeente Nijmegen maakt zijn stad een stukje groener. Inwoners met een tuin konden vandaag een gratis boom ophalen. Zo ook in de benedenstad. We willen graag een groene stad zijn en we weten dat we niet alleen op onze eigen grond bomen kunnen planten. Dat we daar ook graag de hulp van inwoners bij vragen. Veel inwoners hebben een tuin bijvoorbeeld waar ze nog wel een boom in willen planten. En daarom delen wij die uit deze week en vorige week in verschillende wijken in de stad. Niet alleen in de benedenstad kon zo'n boom worden opgehaald. Ook in andere wijken. Nou, we hebben een goed beeld van waar de wijken minder groen zijn. En daar willen we juist ook bomen uitdelen. Dus we zijn in Bottendaal, de benedenstad, in Nijenveld en Neerbos geweest. Met initiatieven als deze wil Nijmegen samen met inwoners werken aan een groenere en gezondere stad. Wij zijn ook bezig altijd met vergroenen. Dus er zijn grote projecten. We staan hier aan de rand van het centrum. Bijvoorbeeld Kelfkensbos gaat enorm vergroend worden bovenop de parkeergarage. En door alle wijken waar bewoners met initiatieven komen, kunnen wij ook helpen. En waar wij kunnen vergroenen, zullen we dat steeds doen als we straten bijvoorbeeld opnieuw inrichten. Nijmegen is een echte muziekstad. Dat uitte zich jaren geleden al in de ondergrondse kroegen. En sinds de jaren 70 met jongerencentrum Doornroosje. En tegenwoordig natuurlijk het gelijknamige poppodium. De Vierdaagse feesten en de vele artiesten die uit de Waalstad komen. In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is donderdagavond een expositie geopend die je meeneemt langs de Nijmeegse muziekgeschiedenis vanaf de jaren 50. Van de geheime feesten in de wederopbouw via het bekende poppodium Doornroosje
tot de vierdaagse feesten. De Nijmeegse muziekscene heeft zich door de jaren heen ontwikkeld. Dit erfgoed staat centraal in een nieuwe expositie in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Expositie over popmuziek in Nijmegen en dan vooral muziek van de afgelopen 70 jaar, vanaf 1950 ongeveer. En het gaat over jazz, punk, rock, popmuziek, dus van alles. Nou, ik vind het vooral een erkenning van iets wat zo alledaags is. Het gaat heel erg over popmuziek. Het is zo alledaags. Ik bedoel, je moet wel onder een steen hebben geleefd om niet van popmuziek iets te kennen of van te houden. Het is zo gewoon dat het eigenlijk ook wel eens mooi is dat we over specifiek de Nijmeegse kant vanaf 1950 nu in mijn beleving voor het eerst eens een keer een overzicht gaan krijgen. Hé, wat is er aan de hand geweest? Welke mooie artiesten waren er en zijn er? Je staat er bijna niet meer stil en daarom is het juist goed om er wel eens bij stil te staan. De levensliederen van Sieneke, Rock van de Staat, Pop van Jeroen van der Boom en de feestmuziek van Benny Solo. Allemaal komen uit Nijmegen. De Nijmeegse muziekgeschiedenis kent dan ook veel genres. Een van de thema's van de expositie. Genre, dus we hebben bij ieder genre 3 artiesten uitgekozen die eigenlijk iets hebben betekend in de muziek. En dan eentje van meer het begin van het genre, eentje in het midden en eentje meer van nu. Dan zie je een beetje alle artiesten van het genre. En dat is wel leuk. Naast de verschillende genres komen veel Nijmeegse artiesten aan bod op de Wall of Fame. Ja, we hebben ook de Wall of Fame gemaakt, omdat eigenlijk 3 artiesten per genre is ook heel weinig. En er zijn natuurlijk heel veel artiesten die we misschien ook zijn vergeten. Dus met die Wall of Fame is eigenlijk de bedoeling dat de bezoekers van de tentoonstelling zelf een artiest toevoegen die ze nog missen aan in de tentoonstelling. Eén artiest die natuurlijk op die Wall of Fame hoort is Frank Boeien, de favoriete Nijmeegse artiest van burgemeester Bruls. Maar ik ben van de generatie, ik ben opgegroeid met Frank Boeien en daar blijf je toch een zwak houden. Ik heb al zijn platen, zelfs ook vinyl en later cd thuis en ik draai ook nog regelmatig zijn muziek. De expositie is tot en met 9 maart gratis te bezoeken in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis op de Maaienburg in het centrum. De dag begon vandaag met een laagje sneeuw, maar al snel verdween de witte deken door een paar flinke regensbuien. Morgen ziet de dag er niet veel anders uit. Het begint droog met ook lage temperaturen die rond het vriespunt liggen. Later op de dag krijgen we weer een flink regengebied over ons heen. Die regen brengt wel meteen zachte lucht met zich mee, waardoor de zaterdag voorlopig even de laatste winterse dag is. Als we verder kijken kunnen we die temperatuurstijging goed zien. Waar het zaterdag nog maar 5 graden werd, loopt het kwik zondag alweer op tot 15 graden. Daarmee zou het wel eens de warmste 24 november ooit kunnen worden. Een enkele bui is niet uitgesloten, maar het grootste deel van de dag lijkt te bestaan uit een mix van zon en wolken. Je kunt zondag dus nog wel even zonder jas de deur uit. En dit was het RN7 regionieuws van vrijdag 22 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of natuurlijk in de gratis RN7 app. De uitzending terugkijken kan altijd via ons YouTube kanaal RN7 Online. Daar zijn ook alle andere programma's terug te vinden. Voor nu een heel fijn weekend en wij zijn er natuurlijk maandag weer. Tot dan.